De regering heeft in het binnenland, en dat is dan de president en vicepresident geweest, aangegeven dat voor de maand november en december bonussen verdeeld zullen worden. Wie dat zullen krijgen, hoe hoog het bedrag zal zijn, dat zal nog allemaal uitgewerkt moeten worden. Cedric van Samson is niet helemaal blij met deze toezegging van de regering. We hebben nog een schuld bij Oppenheimer en nu kan je niet het geld van Oppenheimer nemen en daarmee bonussen gaan uitbetalen. Verder vindt hij dat men niet moet komen met populistische maatregelen, terwijl er nog zoveel groeperingen zijn in de samenleving die wachten op hun gelden. U hoort parlementariër Cedric van Samson in gesprek met TBN Prime Alert. Ten eerste, meneer Ganesh, om u te zeggen, ik ben vroegsmorgens wakker gebeld door verschillende mensen. Ik was nauwelijks op. Het is van 6:30 en ik kreeg al eerst een telefoontje. Krijgen wij het ook? Gaan wij het ook krijgen? Ik had het nieuws nog niet gevolgd, want de president was op in het binnenland en heeft daar die uitspraak gedaan. En laten we dit even verwijderen. Ja. Hij heeft daar die uitspraak gedaan. En vandaar dat veel mensen dan direct gaan vragen van gepensioneerden hebben me gebeld. Mensen die op het punt staan met pensioen te gaan hebben me gebeld om te weten waar zitten zij in dit geheel. Gaan zij ook die bonus krijgen? Kijk, ik denk dat de verkiezing al voorbij is. We hebben geen campagnetaal meer nodig. Wanneer we weten wat de situatie van het land is, moeten we rekening houden met alles wat gezegd wordt. Het volk gaat daarop reageren. En natuurlijk, alles maar wasabi mokies en toe om en bonus. En dan krijg je ook boze mensen die jarenlang al geld moeten ontvangen, gecommitteerden die sinds 2017 hun geld niet hebben ontvangen, de mensen die bij de laatst gehouden verkiezingen hebben gewerkt, de colporteurs, de mensen die de stemkaart hebben verdeeld, dat die mensen door die hun geld niet hebben ontvangen. Dus het klinkt vreemd voor die mensen om te horen dat iemand anders een bonus krijgt terwijl you know, your money at the. Dus al dat soort zaken kwamen direct op het bord van de verschillende volksvertegenwoordigers, want dat is ons werk. Dus de vragen rezen gelijk. Ik las in de krant dat de minister van Financiën aangaf dat doordat Oppenheimer niet betaald is, er een extraatje over was. Ik wacht nog om in het hoogste college van staat hier geïnformeerd te worden. Voor je precies vast aan die dong. Omdat meneer Ganesh heeft mijn payu, Heeft mijn no payu, dat nou wat ik nou een extraatje mee heb. Nou een payman die mijn no pay. Dus ik zie dat niet als geld, het is niet verantwoord. Dus als de mensen zeggen van ze willen good governance hebben, ze willen goed bestuur, dan zouden ze dit van de regering ook moeten afkeuren. Omdat je hebt dan een schuldeiser niet betaald om dan dat geld te gebruiken om de noden van het volk eigenlijk te helpen lichten. Is dat verantwoord? Het is misschien wel politiek gezien goed op dat moment voor lichte noden naar het volk, maar is het economisch verantwoord om dat te doen? En ik sta niet achter zaken die economisch niet verantwoord zijn. Dus daarom zit ik ook te wachten op de regering om hierover wat informatie te geven. Ja. Maar hoe zouden ze dat geld bijvoorbeeld anders dan kunnen besteden dan aan bonussen? Nou, er zijn verschillende productiesectoren hier in dit land die een boost nodig hebben. Ik denk alvast aan de bushouders. De bushouders die 6, 7, 8 maanden thuis hebben gezeten door COVID-19. Die mannen hebben onderhoud te doen aan de bus. Trama moest kiezen money. Toch voor Amaka starten hosselboom. Hoe begin je ook in de mandat? Is dat zeiden? Omdat de regering het kan money bakken. De regering het kan money bakken uit de sector dat hij. Want een bushouder is niet meer alleen een dienstverlener. Hij is ook een inkomstensector geworden voor die regering. Omdat het government takes a bushouder in lay. Nou, een ambtenaar niet lay zo min olielik a bushouder. Dus ik zeg, if je hebt wat money over aan een extraatje. Je hebt wat money over omdat je een paar pay man. Dat begint bij een sector per werkelijk ammoniak kan komen bakken met jou. Waarom denkt u dat de regering op de valerie kwam met een dergelijke actie? Nou kijk, ik denk dat nadat de regering heeft geconstateerd dat de nood bij het volk groot is, dat men heeft gekozen om een verlichtende maatregel te brengen. Maar ik zeg, wanneer je een verantwoordelijkheid hebt, regeer verantwoordelijkheid, dat is zeggen je moet voldoen aan die verantwoordelijkheid. En natuurlijk, een regering die slinnen moet niet naar Oppenheimer, dat moeten we ook onthouden. Toch, het is een situatie die ze hebben aangetroffen, wat hebben we overgenomen. Toch, en natuurlijk, regeren is continuïteit van beleid. Je kan zijn Oppenheimer gaan naar Osso, naar Bouter, zo gaan naar Moni, want naar Uedraa konden. Maar dan moet je daaraan voldoen. En ik denk dat wanneer je het volk een spiegel voorhoudt van dit is de realiteit,
die is naast aan, dan moet je ook conform de realiteit die besluiten nemen. Toch? En het is soms goed om, ja, voor je pisma, maar in je pas maar door voor potasma in probleem. Want als je op een paai ma meneer Ganesh, en je nog op een paai ma en je go feesten, dan moet je op een paai ma paai ma, dan moet je op je hebt je van het woord toe. En dan volk moet je een kondre van het woord toe. Want die ammonie leent naar Oppenheimer, voor vrij Adam, is het geschreven als een verworvenheid van de NDP. Maar aan de NDP heb je een ammonie. Dus nooit een paai, maar maak je die uno paai. Dus je gebruikt ammonie voor een paai, maar dat is. Voor doel ik alle dingen naar feesten die. Dat is het niet. Het is misschien goed voor het volk. Dat is mijn breedie. Wat nou allemaal net ook maar over niet boete is, maar de heren ook is money. Allemaal vergeet niet boete is, maar dan. Om te zien hoe makkelijk het is. Zabi, dus dan vind ik, hou het bij goed bestuur. Zora, ik afval ik ook tussen dat nou, hoe de beesten aan goed bestuur. Dus wie is van, aboboom, het zou goed zijn, maar ik denk dat het verantwoord is. Wat we ook op social media zien, heer Van Samson, smetaki dat dezelfde regering, die toen in de oppositie zat, heel veel te zeggen had wanneer de regering Bouters bezig was met populistische maatregelen. Waarom gaan zij nu ook door op dezelfde toer? Dus dat ben ik helemaal eens met de mensen. Omdat kijk, wanneer je iets hebt afgekeurd, moet je het niet afkeuren omdat jij het niet doet. Je moet het afkeuren als het niet goed is. En niet goed voor jou of voor mij, maar goed voor Suriname. Daarom had deze president ons ooit eens gezegd, wanneer we iets doen, moeten we die vraag stellen. Is dit goed voor Suriname? Toch, als er een verhoging komt, een bonus komt, om de nood te lichten bij het volk, voor Jip Desma, dan is het goed. Is het goed? Maar als het komt uit geld dat je zou moeten betalen aan een schuldeiser, dan is dat niet goed voor Suriname. Omdat je kredietwaardigheid gaat achteruit. Sman heb brief je moord dat ik jammer leed om niet naar mij kan lenen. En in Libië om aan bij leer me, die me op 19 jaar, dat Cedric je moet niet denken dat je elke dag geld in je zak moet hebben. Je moet kredietwaardig zijn. Dan je nog op money one day, want je moet maar jep je, omdat je maar saptak je pay je pay man. Maar als ik naar Oppenheimer, dan ben je er tak in op pay me. Dan heb ik mijn money gides maar lekker bonus. En dan kom je naar mij te hebben probleem. Dat je nog de kredietwaardig moet. En dat is gevaarlijk. Daar waarschuw ik die regering voor. Let daarop. Nou, zoek of play popi jopi, voor doosan ze afvallig wani. Maar doosan de van nu doe gisteren aan.